In deze video ga ik het hebben over autotroof en heterotroof. Nou, om te beginnen autotroof. Autotroof betekent dat een organisme zelf organische stoffen kan maken uit anorganische stoffen. En die organismen zijn dan dus producenten. Nou, en we onderscheiden daarin foto-autotrofe organismen en chemo-autotrofe organismen. Zo'n foto-autotrofe organisme maakt uit anorganische stoffen zijn organische stoffen en daar is de energie uit licht voor nodig. En je kent waarschijnlijk fotosynthese wel, dat heeft nodig 6 koolstofdioxide, 6 water en met behulp van de energie uit het zonlicht komt er vervolgens glucose en 6 zuurstof. Nou, voorbeelden van organismen die dat doen, dat zijn planten, algen en cyanobacteriën. Chemo-autotrofe organismen, die maken ook organische stoffen uit anorganische, maar de energie die ze daarvoor nodig hebben, die halen ze uit chemische reacties die ze uitvoeren. Als je bij nitrificerende bacteriën kijkt, voor het vormen van nitriet, daar hebben ze zuurstof nodig, maar bij deze reactie komt energie vrij. En die energie die kunnen die nitrificerende bacteriën weer gebruiken om hun eigen glucose op te bouwen. En hetzelfde geldt voor de bacteriën die van nitriet nitraat maken. En deze bacteriën die vind je in de stikstofkringloop bijvoorbeeld. Nou, als we bij hydrogenotrofen of zwavelreduceerders kijken, dan zie je daar ook een reactie met zuurstof. En hier zien we al dat er wat koolstof vastgelegd wordt door dit organisme. En deze organismen die kunnen dus de energie uit dit soort reacties gebruiken om uiteindelijk grotere organische stoffen te gaan bouwen. Een heterotroof organisme die heeft juist organische stoffen nodig om zijn eigen organische stoffen te kunnen bouwen. En dat zijn dus consumenten, maar bijvoorbeeld ook de reducenten. Dus dieren zijn heterotroof, schimmels zijn heterotroof en heel veel bacteriën die hebben ook wel degelijk organische stoffen nodig om hun eigen organische stoffen te maken. De meeste bacteriën zijn dus heterotroof. Tot zover deze uitleg. Wil je vaker uitleg van mij krijgen? Ik zou het heel leuk vinden als je je op mijn kanaal abonneert.